Oké, in een vorige screencast en blogpost maakte ik een bericht over de mogelijkheid om live webcontent te embedden in je presentaties. En dat ging over PowerPoint en over Keynote. Maar weet je dat het ook mogelijk is in Google Slides? Ja, en ook dat komt van Paul Everywhere, die een extensie heeft geschreven voor Google Chrome. Ik heb hem toegevoegd, waarmee je een poll kunt embedden live in Google Slides. Nou, let op, hier heb ik zo'n Google Slide aangemaakt, een Poll Everywhere demo. Nou, het stelt niet veel voor, het is natuurlijk gewoon even snel een test, maar ik ga hem presenteren. Let op. Zo, live polling in Google Slides. Ik klik naar de volgende slide. En de poll opent. Did you know that you can use Poll Everywhere from within Google Slides? Yes or no? Nou, en dan is de bedoeling dat je naar deze URL gaat. Of je kunt ook een sms'je sturen naar, ja, wel een Amerikaans nummer. Weet je trouwens dat dit ook kan met Google Voice? Maar goed, dat even terzijde. Nou, in een extra venster heb ik even deze URL geopend en ik ga stemmen. Yes, I knew. Kijk. En wat je ziet gebeuren is dat er gelijk een stem binnenkomt. Ik zit binnen Google Slides, dat zie je. En er wordt gestemd. Ik kan me bedenken en zeggen van nou nee, eigenlijk wist ik het niet. Kijk, en ook dan zie je weer live de antwoorden binnenkomen. Dus op het moment dat jullie nu online zouden zijn en naar deze URL zouden gaan, dan zou je mee kunnen stemmen. Nou, ik kan naar de volgende slide gaan. Let op, want daar heb ik nog een vraag neergezet. Just give me any idea. Nou, en dan pak ik weer even dat venster erbij. This is just great. Hoppa. En ik zeg submit response. En wat gebeurt er? Zie, het komt erbij. Nou, zo zie je dat je ook in Google Slides een en ander interactief kunt maken dankzij een extensie van Google Slides. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, dankzij een extensie van Poll Everywhere voor Chrome en voor Google Slides. Nou, bedankt voor het kijken en ik ben benieuwd of je hier gebruik van gaat maken. In dat geval hoor ik het graag. Hoi, hoi.